Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben bij papa en mama, want ik kom mama uithalen, we gaan lunchen. Mama, Anaïs en ik bij Wolfsteen Herentals, omdat mijn mama vandaag jarig is. Yay. Dus dat is mijn verrassing. Ze weet er nog niks van. Ze weet alleen dat we ergens naartoe gaan, maar niet wat. En ze wou heel graag eens naar Wolfstee gaan. Natuurlijk, Wolfstee is in de winter wel echt nog een pak gezelliger, maar toch fijn. En daarna denk ik dat we gewoon nog hier bij hem thuis een stukje taart gaan eten en met de katjes spelen. En dan deze avond gaan we nog eten bij het Hoeveke ook. En daartussen ergens ga ik ook nog naar kantoor. Want de meeste van jullie hebben waarschijnlijk wel al het slechte nieuws van Celine ondernomen. Of hoe zeg je dat? Doe ik deze week totally toe. Wat heel logisch is en wat ik heel graag doe nu natuurlijk. Zodat Celine en Nick wat kunnen rusten. En gewoon dingen kunnen verwerken. Thuis bij mijn Milky, bij mijn gamertje Niels. Lukt het? Ik ga binnen. Ah, dat is goed. En ik ga mij omkleden. Ik zal trouwens even laten zien wat ik vandaag aan had. Mijn blouseje is van Shein. Mijn short is oud van Totally Too. En mijn sweatjes zijn van Pew Pew. Ik had eerst Air Force Ones aan van Dip Into. Maar ik heb geswitcht. Oké, ik heb even mijn outfit geswitcht. Ik heb een topje aan van Naked. Een broek ook van Naked. Maar ik ben niet zeker over die riem. Misschien moet ik het zonder riem doen. En mijn schoentjes zijn van de H&M. Ja. Ik ga het denk ik zonder de riem doen. Maar ik ga eens aan Niels vragen subiet wat die denkt. Kijk, ik ga toch voor de riem gaan. Want het past er nog wel bij, volgens Niels. En we gaan vertrekken. Ik weet niet of ik heb gezegd of dat we nu gaan doen. Maar we gaan eten in het Hoeveke in Beringen. Is dat Beringen? Ik denk het wel. Dus dat is de planning nu. We gaan met mama, papa, ik, Niels, Anaïs, Lucas. Voor mama haar verjaardag, of course. Goedemorgen, het is de volgende dag en mijn mondmasker gaat zo hoog. Ik ben net naar de Action geweest, want ik moest nog een paar opbergbakken hebben. En nu ga ik probeer hier mijn oortjes te pakken, skontje. Nu ga ik naar de gym. De eerste keer deze week, het is al donderdag. Dus niet goed bezig, maar het was heel druk en dat gebeurt hè. Maar nu, let's go. Hallo, back. Guess who's back from the fitness. Ik heb warm, het is ineens zo warm geworden. Of denk ik dat nu maar. Het was deze morgen best kou terug. En nu
Maar dat zal wel van het fitnessen komen. I'm done. En nu ga ik naar huis rijden. Ik ben wel nog aan het twijfelen als ik snel naar de Lidl zou gaan. Om te kijken als er een pompoen is. Want ik wil pompoensoep maken. Maar langs de andere kant heb ik geen zin, want ik ben al naar de winkel geweest. Maar ik was een pompoen vergeten. Ik ga zien, de Lidl is hier wel gewoon vlak aan. Dus misschien wel. Ja, oké, ik ga het doen. Oké, ik ben ondertussen terug thuis en een receptje aan het maken uit dit boek. Ik zal hieronder een link zetten waar je het kunt krijgen. Ik heb echt al veel receptjes opgeschreven die ik wil maken. Het zijn allemaal super gezonde receptjes. En nu ga ik de spinazie shakshuka maken. Dus deze ben ik momenteel aan het maken. Als je into gezond eten bent en je wilt echt gezond beginnen eten, dan is dit wel echt het ideale boek. Er staan zoveel receptjes in, van ontbijt tot lunch, tot zelfs dessertjes, dinners. En allemaal super gezond. Er staan zelfs weekschema's in. Dus ideaal. Er staat ook in hoe je alles in MyFitnessPal kunt plannen, wat ook wel heel handig is. En dan staat er heel veel uitleg over calorieën en macro's. En er staat altijd een code bij om te scannen. Voor rechtstreeks in MyFitnessPal te zetten. Dus als je macro's en calorieën trackt, dan is dit echt het ideale boek. En als niet gesponsord of zo, jullie weten gewoon dat ik heel graag gezond eet en gezond kook. Ik heb ook 3 keer in de week HelloFresh, maar voor mijn lunches en de andere keer in de week kijk ik gewoon graag in een kookboek of op Pinterest voor inspiratie. En dit boek bevat gewoon heel veel goede receptjes en echte gezonde receptjes. Niet zo van, ah, dit is gezond, maar toch niet gezond. Dus ja, dat vind ik gewoon super tof. En als ik geen inspiratie heb, is zoiets gewoon echt heel welkom. Tada! Ready. Ik doe er een sneetje brood bij, maar als je op je calorieën let en je koolhydraten, niet doen, maar dat staat wel ook allemaal in het boek. Goedemorgen, het is de volgende ochtend. Ik ga hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Vergeet ook zeker niet om te abonneren, want ik zag dat maar liefst 56% van de mensen die mijn video's kijken, niet geabonneerd zijn. Blows my mind. Dus aan die 56% mensen, abonneer. Dat zou ik heel leuk vinden. En dan zie ik jullie volgende keer weer.